Heb jij je ooit gerealiseerd dat je huis meer is dan een fysieke ruimte? Een huis heeft een geheel eigen persoonlijkheid met eigen energie en betekenis. Hoe beïnvloedt jouw huisnummer jou persoonlijk? Nieuwsgierig? Blijf luisteren. Welkom bij Vindu. Vind het superleuk om te praten over hoe belangrijk huisnummers zijn. Niet alleen voor je woonplezier, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Nummers hebben een persoonlijkheid. Ze vertegenwoordigen een specifieke energie. En wanneer een huis een specifiek nummer heeft, dan neemt het huis de energie van dat nummer aan. Dus, voordat je een huis koopt of huurt, is het heel belangrijk om te weten wat voor energie dat huis in zich heeft en of dat bij jou past. Hoe weet je het nummer van je huis? Je reduceert het nummer tot één enkelvoudig nummer, nummer 126. Dan tel je op 1 plus 2 plus 6 is 9. Dus de energie van dat huis heeft een 9 energie. Woon je bijvoorbeeld op huisnummer 12B, dan bereken je ook de B mee. De B is gelijk aan nummer 2, dus dan krijg je 1 plus 2 plus 2 is 5. Dit huis heeft dus de energie in zich van nummer 5. In sommige landen hebben veel huizen geen huisnummer, maar een naam. Mijn huis heeft ook geen huisnummer, maar heet Quinta da Ladeira. Je zet dan alle letters om in nummers en telt ze bij elkaar op tot je één nummer krijgt. En dat is dan de energie van het huis. De meeste nummers 11, 22 en 33 reduceer je niet meer. Die laat je zo staan. Het huis heeft dan de energie van het meeste getal in zich. Mijn blog over huisnumerologie is één van de meest gelezen blogs. Zoveel mensen hebben er vragen over en het is ook een heel belangrijk onderwerp. Onlangs vroeg een echtpaar advies over hun huis nummer 19. Ze gaven aan zich niet prettig te voelen in het huis. Op zich een mooi huis, goed huis, op een prachtige plek. Maar sinds ze er woonden, voelden ze meer afstand naar elkaar toe, terwijl ze altijd een goede relatie gehad hadden. Ze vonden hun huis niet echt warm, gezellig, uitnodigend en sociaal en kwamen daar pas achter toen ze er al woonden. Maar dat was wel hun woonwens en manier van leven. Wat je doet is kijken naar de numerologische blauwdruk van beiden. Hoe verhouden hun nummers zich tot dit huisnummer? En hoe willen ze hun leven inrichten? Als je kijkt naar huis nummer 19, opgeteld 1 plus 9 is 10 en 1 plus 0 is 1. En deze 1 wordt extra versterkt door een 0. En 19, 10, 1 is ook nog eens een karmisch debtnummer. Huizen met een karmisch debtnummer als 13, 4, 14, 5, 16, 7 en 19, 1 hebben een speciale energie in zich. En is wel belangrijk om extra naar te kijken hoe jou en de andere mensen die er wonen beïnvloedt. Wil je meer weten over karmische schuldnummers? Kijk naar mijn video hierover. De link staat in de beschrijving hieronder of je kunt erop doorklikken in de outro. Een huis met de energie van nummer 1 is een huis om bijvoorbeeld alleen in te wonen of samen te wonen en ieder een eigen leven te hebben. Het is geen huis voor diep partnerschap en gezellig samen dingen doen. Daar is een huis nummer 2 bijvoorbeeld heel geschikt voor. Dus dit echtpaar voelde zich daar absoluut niet prettig bij en hebben besloten om het huis te verkopen. Hoe mooi het ook is en op zoek te gaan naar een ander huis met een passend huisnummer voor hun woonwensen
en manier van leven. Mijn vader zei altijd: verhuizen kost bedstro. Met andere woorden, als je je bewust bent van de invloed van huisnummers op je leven en persoonlijke ontwikkeling, dan kun je veel beter een keuze maken welke huisenergie op dit moment in je leven past. Het mooiste is natuurlijk als je je hele numerologische blauwdruk weet, om zo te kijken wat de invloeden zijn in combinatie met je huisnummer. Maar je komt ook al heel ver als je je levenspadnummer weet en je basisnummer of verjaardagsgetal. Om je levenspadnummer te berekenen kun je kijken naar de video hieronder. De link staat in de beschrijving. En aan het einde van de outro kun je ernaar doorklikken. Je verjaardagsgetal of basisnummer is de dag dat je geboren bent. Bijvoorbeeld op een dag 15, dan tel je 1 plus 5 is 6, dus je verjaardagsgetal is dan een 6. Ook kun je het gratis numerologische werkboek downloaden, waarin je kunt zien hoe je de 4 belangrijkste numerologische nummers uit jouw eigen blauwdruk kunt berekenen. En de link staat ook hieronder. Gaan we dieper in op de energie van de basisnummers. Huis nummer 1. Een nummer 1 huis is een plaats om onafhankelijkheid te vestigen. De energie van dit huis versterkt individualiteit, ambitie, innovatie en leiderschap. De persoonlijkheid van dit huis support zelfontwikkeling of een carrière. Mensen die in dit huis wonen worden aangemoedigd tot onafhankelijkheid en persoonlijke vrijheid. Voordeel van een 1 huis: de perfecte plek om jezelf in de maatschappij neer te zetten, om je leiderschap te ontwikkelen en je eigen doelen te bereiken. Goed huis om alleen in te wonen. Nadeel van een 1 huis: het is een huis dat alleen om jou gaat en anderen als het ware uitsluit. 1 kan een eenzaam nummer zijn. Huis nummer 2. Een 2 huis heeft een liefdevolle energie en is gericht op familie en partnerschap. Het gaat over veiligheid, dienstbaarheid en verzorging, harmonie en balans. En er is ruimte om emoties aan bod te laten komen en een plek te geven. De persoonlijkheid van dit huis ondersteunt mensen om in harmonie met elkaar samen te leven. Mensen in het huis worden aangemoedigd om diplomatiek te zijn. Voordeel van een 2 huis: een hele goede plek om je nest te creëren, een liefdevolle relatie te hebben en een goed huis om een gezin te beginnen. Het is een comfortabele en warme omgeving voor iedereen. Nadeel van een 2 huis: dat je altijd thuis wilt zijn en geen zin meer hebt om erop uit te gaan. En je kunt op emotioneel gebied veel te betrokken zijn met de medebewoners. Huis nummer 3. Dit is een huis dat is gevuld met plezier, enthousiasme en optimisme. Ook wordt er veel gelachen. Het is een huis waar het draait om communicatie, emotionele zelfexpressie en creativiteit. Deze energie bevordert het sociale leven, inspireert en er zijn positieve conversaties. Mensen die in dit huis leven worden aangemoedigd om emotioneel gevoelig te zijn en dit te uiten. Voordeel van een 3 huis: goede plek om je creativiteit en je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Perfect voor feesten en partijen en om met interessante mensen samen te komen. Het is een comfortabele en inspirerende omgeving. Nadeel van een 3 huis: in dit huis slipt het geld er doorheen. Je kunt geldproblemen ervaren in dit huis. Als je jezelf onvoldoende uit op creatief en communicatief gebied, kun je depressie ervaren of vervallen in cynisme. Huis nummer 4.
Dit is een huis waar je stabiliteit en veiligheid vindt. Het gaat over langzame, gedegen processen. De energie van dit huis bevordert hard werken, ontwikkeling en implementatie van systemen, organisatie, loyaliteit en bescherming. De persoonlijkheid van dit huis ondersteunt het hebben van een rustige familie, het hebben van een business en het hebben van solide investeringen. Mensen in het huis worden gestimuleerd om hard te werken, doorzettingsvermogen te ontwikkelen, praktisch en eerlijk te zijn. Voordeel van een vierhuis: een goede plek wanneer je stabiliteit en veiligheid zoekt. Perfect voor een vertraagd en procesmatig georganiseerd leven. Ook een goed huis om in te studeren. Nadeel van een vierhuis: het huis kan zwaar aanvoelen. De energie gaat over discipline, structuur en orde. Is er één iemand bijvoorbeeld heel slordig, dan kan dat de energie voor de anderen blokkeren. Woon je in een karmic debt nummer 13 vierhuis, dan kun je jezelf helemaal over de kop werken en vastzitten in to-do-lijsten. Het is dan heel belangrijk om aandacht te vestigen op balans tussen werk en vrije tijd en je meer te richten op plezier en genieten. Huis nummer 5. Dit is echt een huis voor feesten, plezier en onbevreesdheid. Het gaat over avontuur, progressieve ideeën en reizen. De energie van een vijfhuis bevordert veelzijdigheid, flexibiliteit en vrijheid. De persoonlijkheid van dit huis bevordert je gevoel van vrijheid door zelfdiscipline. Het gaat over constructief gebruik van vrijheid. Mensen die in dit huis wonen worden uitgedaagd om hun leven ten volle te leven en onbevreesd problemen op te lossen. Voordeel van een vijfhuis: het is een goed huis als je veel energie en plezier wil. Je een veelzijdig leven wil en excentrieke mensen wilt ontmoeten. Een huis om groots te leven. Nadeel van een vijfhuis: de energie van een vijfhuis verandert steeds, wat onrust en disbalans kan geven. Het is een intense energie van sensuele pleziertjes en constante activiteit. Zijn er kinderen in het huis, dan houden ze zich met name bezig met alles, behalve met school. Woon je in een karmic debt nummer 14-5 huis, zoals bij dit huisnummer 95, 9 plus 5 is 14, dan kun je te maken krijgen met verslaving of een enorme angst om buitengesloten te worden. Ook kan het begrip vrijheid in een negatieve zin zich aandienen. Het is dan belangrijk om lichte, gezonde routine te implementeren voor jezelf en te focussen op zelfdiscipline. Huis nummer 6. Dit is een huis van schoonheid, verzorging en dienstbaarheid. Het gaat allemaal over huis en haard, familie, warmte, compassie en een uitstekend huis voor kinderen. De persoonlijkheid van dit huis gaat over het hebben van een gezin en is ook ideaal voor het hebben van een business. Mensen in dit huis zorgen voor elkaar. Dit huis support het familieleven, maar ook artistieke uitingen. Hier is de uitdrukking "Your home is your castle" van toepassing. Hier kun je de geur van eigengemaakte koekjes ruiken. Voordeel van een zeshuis: dit is een mooi en goed verzorgd huis en een fijne omgeving voor gezin en familie. Een goede plek om te verzorgen en verzorgd te worden. Kinderen en huisdieren gedijen hier goed. Ook is er ruimte om artistieke gaven te ontwikkelen. Nadeel van een zeshuis: verantwoordelijkheid is de hoeksteen van de energie van nummer 6. Je kunt gebukt gaan onder een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Uitdaging ligt in het feit dat er een balans is tussen zelfzorg en zorg voor anderen. Belangrijk aandachtsveld is om je naaste familie en werk ook te richten op de buitenwereld. Huis nummer 7. Een huis met 7 energie is gericht op introspectie,
contemplatie. Het gaat over het zoeken naar spirituele kennis. Dit is een huis om tijd voor jezelf te hebben. Deze energie bevordert rust, het vergaren van kennis, verdieping van spirituele zaken, zoeken naar diep in jezelf wie je werkelijk bent. Het bevordert het vertrouwen in je intuïtie. Nummer 7 is na nummer 11 het meest spirituele nummer. Voordeel van een 7 huis. Dit is een perfect huis voor een schrijver, een wetenschapper of een professor of een vakspecialist. De energie van dit huis voelt zeer privé aan. Als je er woont kun je diepe inzichten in het leven en jezelf krijgen. Om je niet te geïsoleerd te voelen, zorgen waterelementen bij dit huis, als bijvoorbeeld een vijver of aquarium, voor balans hierin. Nadeel van een 7 huis, je kan een soort kluizenaar worden. Als je van een sociaal en gezellig leven houdt, dan is dit huis een enorme uitdaging. De energie van nummer 7 houdt van afzondering. Dit huis is voor families met kinderen een zeer grote uitdaging. Woon je in een karmic debt nummer 16-7 huis, dan kun je veel te veel in je hoofd zitten en je intellectueel superieur voelen boven anderen. Het is heel belangrijk om met je beide benen op de grond te blijven staan en contact met de omgeving, zeker wereld, te houden. Huis nummer 8. Een huis met de nummer 8 energie is zeer powerful op en gericht op prestatie. Het gaat over financiële overvloed, controle, autoriteit en doelen bereiken. Dit huis helpt je om materieel en financieel verder te komen. Geld verdienen staat hoog in het vaandel. Voordeel van een 8 huis: een perfect huis om carrière te maken en geld te verdienen. Het huis voelt aan alsof er achter de schermen continu dingen gaande zijn. Het is ook een perfect huis om vanuit te werken met een business. Het huis ziet er doorgaans elegant, goed verzorgd en chic uit. Nadeel van een 8 huis: nummer 8 gaat over overvloed en geld, maar het draagt ook een risico in zich. Het kan ook verlies in zich hebben. Veel verdienen en ook alles zo weer kwijtraken. De neiging kan bestaan om steeds meer te kopen en het huis vaker te willen upgraden voor de show. De energie van dit huis kan leiden naar een workaholic leven. Dus, balans tussen werk, familie en ontspanning en plezier is belangrijk. Huis nummer 9. Dit huis is een plek voor menselijkheid. Het gaat over charity en geven. De energie van dit huis bevordert creativiteit, spiritualiteit, onzelfzuchtigheid en vergeving. De persoonlijkheid van dit huis helpt je om de wereld te veranderen in een betere plek. Het heeft een filantropische energie in zich. Nummer 9 is het laatste enkelvoudige nummer en heeft de energie van alle voorgaande nummers in zich. Dit is een energie om alles los te kunnen laten, zowel materieel als emotioneel. Dit is een huis waarin je jezelf en anderen kunt helen. Voordeel van een 9 huis: dit is een perfect huis om je te ondersteunen in je humanitaire missie. Dit kan op allerlei vlak zijn. Dit huis heeft een magnetische energie dat ook spirituele groei bevordert. Nadeel van een 9 huis: dit is een goed huis voor mensen die hun passie en compassie willen volgen, veel willen geven en zich spiritueel willen verdiepen. Maar dit huis kan ook leiden naar verlies. De 9 energie gaat over loslaten, afronden en transformeren. Daarom is dit qua energie niet het makkelijkste huis om in te wonen. Meester nummer 11, 2 huis. Dit is een huis met een meesternummer. Een meesternummer 11 brengt de energie van nummer 2 naar een hoger potentieel, maar ook naar meer uitdagingen op dit gebied. Een meesternummer 11, 2 huis is een perfect huis
om je diepe intuïtie en heldere gaven te ontwikkelen. Een goed huis voor spirituele ontwikkeling. In de energie van het huis ben je meer een dromer dan een doer. Dit huis ondersteunt je om je authentieke zelf te worden en mensen te helen. Meesternummer 22, Vierhuis. Dit is een huis met een meesternummer. Dit meesternummer brengt de energie van nummer 4 ook naar een hoger potentieel, maar ook naar meer uitdagingen op dit gebied. Dit is een uitgelezen huis om te studeren, te focussen en je te verdiepen in kennis en spiritualiteit. Het is een perfect huis voor een schrijver of een architect, of welk beroep dan ook die iets positiefs verandert aan de dagelijkse levens van mensen. Een huis om je authentieke zelf te worden. Het is ook een huis om je doelen te bereiken, op wat voor vlak dan ook. Het is geen huis om de aandacht te laten verslappen. Meesternummer 33, Zeshuis. Dit is een huis met een meesternummer. Meesternummer 33 brengt de 6 energie naar een hoger potentieel, maar ook naar meer uitdagingen op dit gebied. Een meesternummer 33 huis is perfect voor families. Dit is een huis om liefdevolle familiebanden te creëren. Dit is ook een perfect huis als je je spiritueel wilt ontwikkelen. Dit huis helpt je te connecten met de spirituele wereld. Helpt je om super creatief en communicatief te zijn. Een 33 huis is vol met de dubbele 3 energie. Degenen die in een 33 huis wonen zijn over het algemeen mensen die werken en leven vanuit het hart en hun liefde overal verspreiden. Ben je erachter gekomen dat je huisnummer niet bij je past of je zelfs tegenwerkt, dan kun je verhuizen als je zou willen. Maar er is nog een tussenoplossing. Je kan de energie van je huis veranderen door een ander nummer aan te brengen aan de binnenkant van de voordeur. Ik geef je een voorbeeld. Je woont in een 7 huis en je wilt liever in een 3 huis wonen. Plak dan aan de binnenkant van de voordeur een nummer 5. Dan krijg je de energie van 7 plus 5 is 12. En 12 reduceer je weer tot 1 plus 2 is 3. Voel voor jezelf of dit werkt bij jou. Mijn ervaring is dat het goed werkt. Maar als de energieverschillen te groot en te heftig zijn, dan is verhuizing de volgende optie. Dus mocht je een nieuw huis gaan kopen, denk en voel goed over na of dat huisnummer bij je past en bij de fase van je leven waarin je zit. Bijvoorbeeld de energie van een studentenhuis is heel anders dan de energie van een huis met opgroeiende kinderen. Kom je er zelf niet uit, dan help ik je er graag bij. Je kunt een consult inboeken via mijn website hiervoor. Wil je een persoonlijke numerologische blauwdruk van je eigen unieke codes laten maken en weten waarom jij hier op aarde bent en wat jouw bestemming is, dan doe ik dat met heel veel zorg en liefde voor je. Check in de beschrijving hieronder mijn website hiervoor. Dank voor het kijken, abonneren, reageren en liken van de andere video's. Dat waardeer ik enorm. Vergeet ook deze video niet te liken, te delen en te reageren met jouw ideeën, ervaringen of vragen over dit onderwerp. En superleuk als je je abonneert op dit kanaal. Ik hoop dat je een gevoel en idee hebt gekregen over huisnummers en wat ze voor invloed hebben op je leven. En dat je optimaal de energie van je huis een positieve manier voor jou kunt laten werken. Ik vind het heel leuk als je in de beschrijving hieronder deelt wat jouw gevoel of ervaring is en wat eventueel een eye-opener voor je is. Dank je wel voor het kijken. Tot ziens in een van de volgende video's.
Ik wens jou veel woonplezier en voorspoed in je huis toe. Geniet van al het goede en speciale. Ciao!